Welkom bij de Paddock, de Formule 1 podcast van Play Sports. De laatste aflevering al van dit seizoen. Want het zit erop, we hebben een wereldkampioen. Max Verstappen is dat voorlopig, toch? Um, Sam de Jonge, ben jij al bekomen? Nee, niet echt. Uh, de zenuwen de gieren nog een beetje door mijn, door mijn lijf. Hetzelfde een beetje aan het einde van een race, raceweekend, weekend, dat gevoel. Dus we waren tijdens de race misschien een beetje in slaap vallen. Vooral merk eigenlijk, mm -hmm. die, uh, die achter mij in slaap aan vallen was. Um, maar aan het einde was um, een mooie samenvatting van het seizoen, denk ik. Ja, Marcos is er ook bij, Gert Vermers ook. Mannen, welkom hier uh, in de paddock. We zijn oh, meteen yes. doorgereden. Na de omkadering op PlaySports zijn we meteen doorgereden naar hier om erover te praten. En ik zei het daarnet al, we hebben een wereldkampioen voorlopig. Ja, inderdaad, want Mercedes heeft klachten ingediend. Twee klachten zelfs, denk ik. Hè. Eentje ja. tegen uh, inhalen achter safety car, wat ze niet zullen halen, want ik denk niet dat Max Lewis heeft ingehaald achter safety car. Maar ook één tegen het uh, niet volgen van de safety car procedure. Op basis van reglementspunt, wat is het, 4812? Was okay. het. En, wat, en wat houdt dat precies in? <laughs> dat punt zegt dat alle uh, gedubbelde wagens zich moeten ontdubbelen. Achter de safety car, wat niet gebeurd is: enkel de wagens die tussen Hamilton en Verstappen zaten, hebben dat mogen doen, de anderen erachter niet. Mm -hmm. En dat na dat ontdubbelen ook nog een ronde, gewone ronde van de safety car zou moeten volgen, dat is ook niet gebeurd, want het was ontdubbelen en, en de safety car onmiddellijk. Dus die procedure is niet helemaal volgens de letter gevolgd. Uh, het is mij niet helemaal duidelijk of Michael Macy, de wedstrijdleider, de kans heeft om daar zijn eigen aanpassingen nog aan te doen. Dat kan misschien volgens een ander reglementsboek, want we hebben drie reglementsboeken. Hè, natuurlijk, voor de, voor de, ja, ja, de, voor de natuurlijk. En als dat toch niet zou zijn, wat de gevolgen zouden zijn. Oké, dat is afwachten. Het is nu op dit moment kwart voor zes. Zondagavond, ja. als we dit opnemen, als u luistert op een ander moment, wat er hierna wordt beslist, weten wij niet. We houden het wel in de gaten. Als er iets binnenkomt, dan geven we dat mee. Maar als we afgaan op wat ervaringen met de, de FIA, dan kan dit nog wel eens even duren, denk ik. Het zou wel eens wat omslachtig kunnen zijn deze keer. Hè? Want we hebben gezien hoe dat uh, eerst en vooral de frustratie was bij Mercedes, uh, wat dat er gebeurde tijdens de wedstrijd. We weten wat er in het begin van de wedstrijd gebeurde toen Hamilton aan de chicane rechtdoor ging. Uh, toen was er redelijk wat reactie van Christian Horner. Dus ja, de twee kampen die, die blijven volgen, die, die gaan tot het uiterste om, om proberen die titel naar zich toe te trekken. Dus het zou wel eens uh, omslachtiger kunnen zijn dan, dan wat we gewend zijn. Hè? Wat als die klacht nu aanvaard wordt? Wat als ze uh, effectief zeggen, oké, okay, er is een fout gebeurd. Wat dan? Gaat, dat, maar dan een, gaat Hamilton dan ineens wereldkampioen als, worden? Als ze dan zeggen van de safety car die had nog een ronde moeten rijden, dus dan ging de volgorde niet wijzigen, ging Hamilton winnen en is hij wereldkampioen, mm -hmm. ja, dan, dan vrees ik voor de populariteit van de Formule 1 eigenlijk een beetje, want dat is... Ja, maar, maar dan moet je alles gaan, gaan ja, micromanagen absoluut. en alles gaan onderzoeken, want Hamilton is daar in bocht 3, denk ik, bij die herstart ook, volledig buiten, met de vierwielen buiten de baan gegaan. Dus daar zou je dan ook een penalty voor moeten krijgen. Dus het wordt moeilijk hè? als je dat gaat accepteren. Ja, het dan, pro probleem is. Hoeveel um, Eens de wedstrijd is gedaan, heeft ieder team 30 minuten geloof ik. Om, om klachten te, te dienen. Mercedes heeft dat gedaan. Red Bull heeft geen klachten ingediend. Uiteraard niet. Die ja. waren champagne aan het spelen. Logisch ook, terecht. Logisch ook. Ergens. Ja, die gaan zich daar niet mee bezighouden. En die, die voelden zich ook en die voelen zich nog altijd nu wereldkampioen. Maar ja, als het, als het dan gebeurt, ik denk, als je, je kan dan ook alleen maar die dingen waar tegen klachten is ingediend bestuderen, bedoel ik. Dus ja. die foutjes van Hamilton, die gaan niet meer onder de loep worden genomen. Het zou toch inderdaad wat je zegt, dit is toch het slechtste wat kan gebeuren voor de populariteit van de Formule 1. Of je nu pro Verstappen bent of pro Hamilton, ja. gewoon voor de sport in zijn geheel. Als er nu morgenavond of pakt over drie, vier dagen beslist wordt, ja nee, Hamilton heeft toch die wedstrijd gewonnen. Ja, ik denk dat dat een hele moeilijke wordt. Hè. Voor ons is, zijn er een aantal dingen heel normaal, omdat we in die sport zitten. Uh, maar we horen er straks al op de redactie, hè, mensen die niet echt met autosport uh, te ja, maken hebben, die ja. begrijpen al niet van, ja, waarom heeft iemand 12 seconden voorsprong die straks in één keer weg is? Gewoon omdat er een deelnemer die niet in een aanmerking komt om een wedstrijd is, ja. te winnen of een titel mm -hmm. te pakken, gaat van de baan, komt er een safety, ja, dat is heel moeilijk om, om dat uit te leggen aan de mensen, dus... Ja. Ja, hoe, hoe kijken, jullie, hoe kijken jullie naar zo'n opmerkingen? Het is, het is een mooi moment om, om uh, misschien toch even in de kijkers te hoe complex die sport is. Want nu beginnen mensen dat meer en meer te snappen: dat het niet enkel gaat om een, in een auto zitten en van start tot finish te leiden en die wedstrijd te winnen. Dus er zijn veel factoren, andere parameters die je zelf niet in handen hebt, of in handen hebt liever, en die kunnen bepalen wat je eindresultaat is. En dat is ook het mentale zware van die sport. Uh, maar hoe ik er zelf nog kijk naar die commentaar, hoe die mensen zich misschien iets dieper moeten beleren in die sport, voordat ze er gewoon over oordelen op die manier. Ik snap die. Ik snap die dat bedoel ik, wel. Jullie het, vinden jullie het zelf wel fair dat het zo Dat is gewoon die sport. Het is de manier waarop ja. autosport sport marcheert. Dus ik heb dan liever een opmerking van, van zoals ik ook al gehad heb, leg dan nu eens uit die safety car, mm. hoe komt het dat hij daar die twaalf seconden heeft gewonnen? Ik heb liever zo'n opmerking dan een opmerking van iemand die dan de vergelijking met wielrennen maakt. Ja, want ik had deze tweet inderdaad gelezen. Uh, ik heb een geniaal concept bedacht. Dit heb ik niet, ik niet gezegd, dit uh, heb ik van een tweet gelezen. Ik weet niet meer van wie, dus mijn excuses daarvoor. Uh, ik heb een geniaal concept bedacht, hier komt het. Het is de slotetappe van de Tour. Pogacar leidt met 10 minuten. Valpartij in de voorlaatste ronde op een circuit in Parijs. Wedstrijdauto komt voor het peloton rijden. Lang verhaal kort, Cavendish wint de Tour. Ja, voilà. dat is dus compleet onzin. Ja, maar zo begrijp ik de vaar ook niet in het voetbal. Nee, pas. Dus voilà. ja, iedere elke sport, sport heeft zo en, zijn, ja. zijn uh, eigenheden. Hè? Bedoel, ja, ik bedoel, waar, waarom wel? moet je binnen de 30 seconden scoren in basket? Wat zijn geen 24. seconden. 24. Ja. voilà. ook al. Ik ja, weet al... Is het, er zit effectief een wiskundige rekensom achter. Ja, ja dat weet ik wel, anders is het een <laughs> saaie sport en dat ja, is het nu niet. Kijk, exact. Maar. Dat zijn, iedere sport heeft zijn regels. En je moet, het, is, het is niet gunstig voor een sport als die sport veel regels heeft. Dat weet iedereen. En de Formule 1 heeft er misschien te veel. Uh -huh. Maar zolang ze er zijn, moet je ze volgen. En voor je iets uh -huh. commentaar geeft op iets, dan moet je wel die regels kennen. Want jullie zitten al veel langer en veel meer in de autosport ja. dan ik. Voor mij is het net de reden dat het boeiend is gebleven vandaag. Omdat je weet, oké, okay, er kan altijd iets gebeuren. Dan kan er een safety car ja. komen. Dus je weet, die voorsprong van Hamilton kan ineens weg zijn. En dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Want dan gaan de teams tactisch dingen moeten beslissen. En dan gaan ze slim moeten zijn. En dan hangt het er vanaf wie het slimste is, wie de ja. beste beslissingen neemt. Dat, ja. dat heeft ervoor gezorgd dat ik, wil, dat ik blijf kijken. Dat het voor mij interessant ja. blijft. Langs de andere kant snap ik ook wel de mensen ergens die er misschien niet zo hard in zitten. Die zeggen, hoe maar die man die rijdt een voorsprong van 12 seconden bij elkaar. Is duidelijk de beste vandaag, zit in de beste wagen. En ineens is die voorsprong weg en heeft de andere eigenlijk nog het voordeel kunnen halen om betere ja. banden te gaan Kijk, halen. Om die vergelijking met, met Wieler en nog eens, of ja. pseudo-vergelijking met Wieler en door te trekken. Wat van Aert wint op de Champs-Élysées, waarom heeft hij dan de Ronde van Frankrijk niet gewonnen? Hij was toch eerst in Parijs? Ja, inderdaad. Dat is ja. dezelfde idiote opmerking. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik bedoel, als je Vermelen in vraag gaat stellen op basis van, van dit feit, dan moet je inderdaad zeggen: van oké. Okay, uh, dan is het ook niet eerlijk dat bepaalde teams meer geld hebben. Dus Mercedes mag niet meer geld hebben om te investeren. Dus, hey, dan, dan, dan moet je helemaal op de basis van die sport gaan en zeggen dat het vanaf het begin niet klopt. Want sport, mensen denken dat het puur gaat over, om die menselijke performance. En dat is nu helemaal in autosport niet alleen zo. Het is een teamsport. Um, en er zijn gewoon heel veel factoren die meespelen. En, en voor ons voelt het inderdaad super normaal. Goed, uh, het is nu iets populairder aan het worden. Dus uh, tijd voor, uh, voor de rest om bij te benen. Of zou je daar ook niet kunnen zeggen? Want als, als er een virtual safety car is, dan blijft het verschil wel even groot. Dat je ja, die klopt. regel doortrekt naar de gewone safety car. Maar dat ging in deze. want daar zijn ook wel bepaalde regels voor. Uiteraard, dat ging in deze situatie niet. Hè, met een wagen die daar uh, geparkeerd stond op de piste, daar moest een, een hulpwagen voor op de baan komen. Dus dan mm. kan je eigenlijk niet. Dan moet je een plaats laten. Om die, die mensen te laten werken, dan moet je eigenlijk alle racewagens zo dicht mogelijk bij elkaar brengen, zodanig dat er toch een minuut of twee is waarop er geen racewagen passeert, ja. waardoor die mensen kunnen werken. En daarvoor heb je een volledige safety car nodig. Ja, het gaat tenslotte ook om de veiligheid voor ja. de mensen die aan die wagens gaan werken, om die, die wagen weg te depaneren uiteindelijk. En ik denk dat heel veel mensen dat niet zien, want hier is het eigenlijk een... Ja, Volgens Mercedes nu slecht gearbitreerd. Dus, dus het is de scheidsrechter eigenlijk. Hè, die, maar die, die de reden is, is van het belangrijk, resultaat. belangrijk ja, als je mm. ziet wat er wat Bianchi is overkomen, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Die op, op een veiligheidswagen is gereden en daardoor om het leven is gekomen. Mm -hmm. wel, daarvoor heb je dus een safety car nodig om dat te vermijden. Oké, okay, goed. Dat hoort erbij. Ik, uh, ja. ik, aanvaard, ik aanvaard jullie uitleg helemaal. <laughs> ik probeer ook maar gewoon de argumenten een beetje over en weer te, te brengen. Um, we hebben wel een waanzinnige apotheose gekregen. Um, of je nu pro of tegen bent wat er allemaal gebeurd is. Hadden we het beter kunnen bedenken na dit waanzinnige seizoen het, dat het beslist wordt in de allerlaatste ronde? Dat is het beste scenario, denk ik, dat ja, er kan zijn. Absoluut. Het is echt, het is echt een film. Ik bedoel, uh, de kans dat er iemand in, in een aantal ronden voor het einde dat nog dat foutje maakt, is toch ook gigantisch klein om zoveel ronden te hebben gereden. Dus uiteindelijk komt er dat gevecht met, met Mick Schumacher en, uh, en Latifi. Um, grappig, want er zijn zo'n aantal dingen verschenen voor dit weekend van uh, Mick Schumacher kan ervoor zorgen dat zijn vader het record van zijn vader in ere blijft en dat is inderdaad en op deze manier eigenlijk uh, indirect wel, wel gelukt Ja Mark, jij dus... zei het meteen na de uitzending op Play Sports, ah, ik had het nog nog moeten zeggen Mick Schumacher <laughs> heeft ervoor gezorgd Ja, maar je krijgt natuurlijk die reacties hè, van een aantal insiders die, die mee zijn in dat verhaal en ja, het is gewoon zo. Hè. Maar, maar je mag niet vergeten: die jongens zitten achteraan dat veld ook hun eigen wedstrijd te rijden. Ja. En die zitten ook in, in een duel. Ja. En die rijden op het scherp van de snee. En gezien het kunnen van, van hun eigen pakket. kwaliteiten ja. in hun pakket van wagen en motoren en dergelijke. Dus die rijden op het scherp van de snee. Latifi, die zijn plekniveau afgeven, pakt wat vuil mee op de band en gaat er zo af. Ja, Schumacher was in de buurt, maar ik vind het, uh, ik vind het dan wel een beetje vergezocht. Ja. Ja. Het, het helpt voor mensen die in complottheorieën geloven. Ja, ja. absoluut. Daarbij helpt het helemaal natuurlijk. Uh, wat wel wat verwarrend was, het laatste rondje, tenminste voor het laatste rondje. Eerst mogen de lap cars, die, de gedubbelde wagens, mogen eerst de safety car niet. Ja. Inhalen, dan ineens weer wel. Ik snap dat, ik, ik snap wel dat dat kan irriteren, dat die communicatie niet duidelijk is. En ja. ik snap ook dat je, als je tot een wolf bent, dat je daar gek van wordt. Ja, maar ik denk dat die, die eerste boodschap van de gedubbelde wagens mogen zich niet ontdubbelen. Ik denk, ik vermoed dat die fout geïnterpreteerd is door de teammanagers, maar dat is ook de schuld van Michael Macy, die weer een beetje dubbelzinnig heeft gecommuniceerd. Um, niet op dit moment. Ik denk dat hij wel van plan was om ze te, te laten ontdubbelen, maar nog ja. niet. Want ik, de piste is nog niet helemaal vrij. Want je moet ook rekenen: die wagens die zich ontdubbelen, die gaan dan op race snelheid rijden. Als die dan voorbij een plek komen waar nog mensen aan het werken zijn. Ja, dat kan ook niet natuurlijk. Dus eigenlijk had het de boodschap moeten zijn: ze mogen zich nu nog niet ontdubbelen. Maar ja, dat is dan weer anders gecommuniceerd, waardoor er weer. Dat is de laatste paar ja, is toch al een paar keer geweest. Hadden ze niet mogen ontdubbelen, dan hadden wij meer vragen gehad dan we dat nu buitenstaanders ja. vragen hebben, want, want dat, had niet, dat had helemaal niet logisch geweest. Nee. Dus ik denk inderdaad dat het misschien de, de manier van communicatie is geweest, of het vooral misinterpreteren van, van de teams op dat moment: van, oei, het mag niet. Waarom ja. mag het niet? Maar ik denk dat het inderdaad een timingverhaal was. Ja. Maar het is toch wel een beetje die top-down structuur in de Formule 1. Die, allee, dat management moet toch wel iets beter, denk ik. Vanuit de race-directie dit jaar zijn er zoveel inconsistente situaties of beslissingen geweest. En ik denk als je die, die sport die commercieel is um, allee, wilt blijven verkopen aan de rest van de wereld, niet allemaal mensen die in dat wereldje leven, dan moet je zorgen dat het duidelijk is. En dan moet je het, als het dus noods, extra communiceren op beeld of zo. Ja, dat heeft ook een gevaar, Sam, want dan, dan ga je. Naar, naar, misschien naar toestanden waar de uh, beslissingen van de wedstrijddirectie worden beïnvloed door de commercie. He, dat je om, mm. om, om de haverklappen-neutralisatie van de wedstrijd. Ik heb, het gevoel, ik heb het gevoel dat dat dit jaar toch al een aantal keer gebeurd is. Ja, ja absoluut. Ja. Ik ja, denk ik dat, denk ik dat denk het ook een gebrek ook. aan ervaring is. Hoor. We mogen niet vergeten, zoals ja, Chris maar. ook straks zei na de wedstrijd, uh, Chris Wouters. Uh, Charlie Whiting is overleden dit jaar en in ene keer. Vorig jaar. Ja, jaar, ja, jaar en nee, dus nu 20, 20, In ene keer staat hij 19, daar 19. en neemt hij. Moet hij een aantal beslissingen nemen. Het is voor hem ook wel nieuw. Ja. Het is een zeer geen... moeilijke job, hè? Ja, en ik ben geen excuses voor hem, want aan, uh, aan het proberen te zoeken en, en de druk staat erop. Maar het is, het is geen gemakkelijke opdracht. Hè. Ik ja. denk ja. dat Michael Macy er vooral niet heeft voor getekend om iedere koers hoorbaar te zijn. Dat hebben we sinds de zomer, denk ik, is dat ingevoerd. En dat is. Oké, okay, dat lijkt hetzelfde, dezelfde situatie. Dat is gewoon de conversaties die je anders ook daarvoor ook al altijd voerde met, met de sporting ja. directors. Maar nu kan iedereen die horen. En ja, dan, dan, dat moet op iemand zijn zenuw werken. Dat kan bijna niet anders. Ja, nou, dan ga je bijna sociaal winstelijk gedrag vertonen in zijn positie. Ja. Dan, dan, dan wil je de mensen gaan pleasen, want de druk op hem als persoon wordt dan wel gigantisch groot. Hè? Ja, behalve dan bij de laatste opmerking tegenover de golf. <laughs> dat was het social pleasing. Even op. Ja. It's a race, Gelukkig. It's a race. Gelukkig. Ja. Ik vond dat heerlijk om te horen gezegd. Ja, zijn. absoluut. Want Tot de Wolf was heel aanwezig vandaag. Ik zal het zo zeggen. De, ik, ik, vind, ik vind het ook niet de taak van de teammanager om, om de wedstrijdleiding te contacteren. Nee. Dat, daar bestaan hiërarchie voor. Hè? Dus de, de sporting director contacteert, zoals bij Red Bull, is het Jonathan Wheatley. En bij Mercedes is dat iemand anders. Dat zijn de mensen die met Michael Macy praten, niet de teammanager. Ja, Bij Mercedes is dat toch normaal Ron Meadows, zeker die. Die moet toch nog wel die... Ja, ik weet niet of hij hier was, maar ik denk het wel. Ja, en inderdaad. en Dat komt dan van, van Toto Wolf, dus dat is sowieso al een beetje vreemd. En dan zeker op die belerende manier. Maar dat is toch wel. Als je gewoon... bijna al tegen een student zegt, je moet het zo doen. Is dat geen poging tot manipulatie? Ergens gewoon weten Absolute, van: natuurlijk ik altijd. heb het meeste macht, ik ben tot de wolf, ik ben al. Maar het is lelijk, het is heel lelijk en het is niet goed voor die sport. Dus als je als tot de wolf zijnde zoveel geeft om die sport, ja. dan laat je die toch ook wel. Maar dat is, dat, gaan, is, dat, denk de, ik. dat is de manier waarop, heb ik de indruk, dat teammanagers communiceren met wedstrijdleiding in gelijk welke tak van autosport. Van de Belkaart tot de Formule 1, dat is een kleuterklas. <laughs> Echt waar, Mark? Teammanager in de Belcar? K -k -k, uh, <tie> <laughs> Kijk, het is, het is inderdaad zo. Het is in elke competitie. <tie> en, nee, maar, maar we, hebben het, we hebben het hier over Formule 1. Maar ja. het gebeurt in andere categorieën ook. En het is, het is vaak niet consequent genoeg hoe dat een, een race director, een, een koersdirecteur, hoe dat die gaat optreden. En, en daar moeten we ons vragen bij gaan ja, stellen. Dat is de, de kwalificatie van die mensen moet er gewoon zijn. Of je, je hebt het over de Porsche Carrera Cup, of je hebt het over Belcar, of je hebt het nu in de Formule 1. Ik bedoel, mensen moeten kennis hebben van hun reglementen, ja. ze moeten het doordrijven en op een, op een consequente manier, maar ook op een consistente manier. Dat, Dat laatste, het moet, ja, het moet, het moet terugkomend zijn. Want ik heb al veel bericht gekregen van, van mensen, van vrienden ook. Die zeggen, wat vond jij van die laatste ronde? Want je hoort tot de wolf daar meteen heel vocaal: dit is niet aanvaardbaar. Ook verantwoordelijkheid voor de regie trouwens, die ervoor kiest om dat ja, ja, erin absoluut. te smijten. Ze moeten dat niet doen. Nee, nee. Ze kiezen daarvoor om die audioboodschap daarin te steken. Ja. Maar ik snap wel dat het verwarrend wordt maar voor sommige nee, ja. mensen. Het is Liberty Media, hè? dat we dat niet ja, vergeten. Het blijft en... een Amerikaanse firma die zoveel mogelijk hij zou willen creëren. Ja. Wat op zich niet slecht is. Nee, het verhoogt de entertainmentwaarde, mm. maar het moet de sportieve waarde wel intact laten. En af en toe zaten ze daar een beetje naast, maar... Ze zitten op, op een dunne koord te dansen, op een slappe koord te dansen. Ik mm -hmm. um, weet wel dat de aandeelhouders van Netflix nu uh, 87 ja. koprollen <laughs> hebben gedaan. Want het oh. is een zegen <lacht> <lacht> om de ja, Drive to Survive van volgend jaar, hey, dus over dit seizoen gaat. Dat wordt Absolutely. episch. Ja, ze, Epis. hebben de, ze hebben de afgelopen drie seizoenen interessant gemaakt. Dat ja. wat sportief <laughs> niet altijd het geval was. Nee, maar nu ze hebben het. die wel interessant gemaakt voor een serie. Nu krijgen ze dit seizoen ja. met dit einde. <laughs> ze, ze hebben, maar ze hebben maar één probleem: Max Verstappen weigert zijn medewerking aan die reeks. Hè? Dus die wil daar niet aan meewerken. Misschien gaat wel veranderen, ze hebben, zijn, ze hebben zijn reacties van na de race, die iedereen al gezien heeft. Wa waarom wil die eigenlijk niet meewerken? Om... Hij, heeft reactie, hij heeft zelf die interviews gegeven. Hè? Ja, maar die interviews, en dat verwijt ik Drive to Survive eigenlijk ook wel, die interviews die worden. Uit een context gerukt en op, ook en op andere ja. momenten getoond. Hetzelfde bij met, uh, met onboardcamera's of met klank bij onboardcamera's. Die worden zo spectaculair mogelijk gemonteerd. Wat de waarheid voor mensen die de Formule 1 goed ja. volgen, zoals wij, direct doorhebben hebben: dit klopt niet. Maar, maar het is geen seizoenssamenvatting. Nee, voilà. Het is, is een, een, een semi Fictieve docu, ik weet niet hoe het ja, misschien perfect te Hamilton, noemen, maar dan wel wereldkampioen. <laughs> maar waarom, ja, ik Allee. snap niet waarom je niet zou willen meewerken aan iets wat je sport net populairder maakt. Doordat Verstappen en Red Bull hebben meegewerkt, zijn zij ook veel zichtbaarder geworden en misschien bij sommige mensen populairder geworden net dan Mercedes, een team dat ja, in het begin niet wilde meewerken. Christian Horner neemt genoeg tijd in een Drive to Survive, dus die pakt een deel, deel van Max over ja. eigenlijk. Als neemt het deel ja, van ik Max. denk ook niet dat Max van die populariteit gaat wakker liggen. <laughs> nee. aan die, ik bedoel, uh, die is er om zijn job. Op te doen om, om titels ja. te winnen. En daar is hem hopelijk in gelukt vandaag. Ja. ja, het was wel mooi. De reactie achteraf in de wagen ook bij, bij Verstappen. Het was uh, leuk, ontwapenend om, uh, ja, om, om dat nog eens te merken. En het was oprecht, echt. dat moet echt. Ja, hè? ja. ja je moet even voorstellen dat Louis Hamilton was geworden. Dan hadden we gewoon een tape gehoord van die je misschien twee, drie jaar terug ook hebt gehoord op dezelfde exacte manier, maar dan met een ander cijfer. Um, pff, dit, was, dit was de volledige onlading. Dat moet autosport zijn, toch emotie? Hamilton ja. heeft twee keer, denk ik, zo ontwapend gereageerd. toen hij wereldkampioen werd in 2008 en toen hij zijn eerste won bij Mercedes. Toen was toen ja. vond hij ja. ook die oprechte emotie. Natuurlijk, na een tijd wordt het misschien een gewoonte. Ik ging net zeggen, misschien is het bij verstappen binnen zes jaar ook anders. Ja, klopt. Bij zijn tweede. Ja. <laughs> nee, maar, maar, zijn het was, maar het was wel mooi om te zien. En wat ook mooi was om te zien. want het gaat nog altijd eigenlijk vooral voor mij toch over de piloten, over de rijders. Ja. Na de wedstrijd, de respect tussen Verstappen en Hamilton. Dat, dat was voor mij het dat mooiste het. moment. van het, En er zijn het ook allemaal mooie momenten dan. geweest. Maar het, echt, dat heeft mij <laughs> compleet verzoend met heel die, die heisa die er al heel het seizoen bezig is tussen die twee kampen. Maar dit was, en ook het feit dat de Nederlandse supporters Lewis Hamilton niet hebben uitgefloten, maar geapplaudisseerd. Ja. Echt. Maar dat is toch de wat voetbal de... mag daar eens een ja. voorbeeld aan nemen. Dat is toch wat de online community moet volgen als Louis Hamilton zich erbij neerlegt. dan betekent hij dat het. Hij respecteert het. Ze hebben allebei gevochten ja. als leeuwen. En, en Max Verstappen is daar eerst uitgekomen. En, en, en fijn. Maar, maar zijn team legt zich er ook niet bij neer. Tot de Wolf heeft natuurlijk ook andere belangen. Ja, ik, ik weet het wel. Ja. Maar dus maar <laughs> als je die redenering doortrekt. dan kan je dat eigenlijk ook zo zeggen. Dan moet zijn team er, zich er ook maar bij neerleggen. Ja, maar ik denk dat het hmm. verschil vooral is dat, dat Hamilton. Beseft dat dat verstappen heeft gereden op het scherp van de snee ja. en met heel veel respect. En mm. er is gewoon correct gestreden geweest vandaag. En ze erkennen elkaar's, elkaars talent ook en enorm hard. Hè? En kwaliteiten en talent. En, en kijk, ze weten allebei dat wie het ook gaat winnen, het is verdiend. Ja. Het is mij ups en downs geweest. En ik kan op bepaalde momenten een aantal rijders met de vinger gaan wijzen, maar uiteindelijk waren ze met twee gewoon, ja, hoe vaak hebben we het gezegd, mm. pak die eerste twee weg, de derde zat op 30 seconden. Klopt. Ja, dus ja. Het is zo vaak gebeurd dat die twee zodanig gingen ja. domineren, dat ik, dat ik zie van, oké, okay, dat respect is er, maar dan is er ook nog het respect voor de twee vaders. Ja. Ja, want we weten allemaal wat dat Jos Verstappen heeft gedaan voor Max, ja. maar dat is in het geval van, Hamilton niet anders zijn. Nee, papa nee, nee. heeft zoveel ja. gelaten ja. Uh, om het allemaal mogelijk te maken voor, voor zijn zoon om op dit niveau te komen. Dus, dat wel even een diep in... Uh, en, en dat zagen we ook. Hè. Ja, een diep in de suikerspiegel, uh, Jos. Ik, ja, dat ja. zakert ja, heel heel, ble ble heel bleek uit. Ik hoop dat dat Jos oké okay is, want dat baart me toch een beetje zorgen dat beeld zo bleek ja. is. Dat in dat je zoveel hebt geïnvesteerd in je, 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 je zoon om die wereldkampioen te maken, in de sport waar jij zelf in gereden hebt, je, ja. je ja. leeft zo mee. Als ik denk aan hoe ik zelf heb gereageerd toen de Rode Duivels aan het spelen waren af en toe, ja, dan... En dat zijn ook, dan nog maar de Rode Duivels. Kijk, daarom. Die match, die match tegen Brazilië bijvoorbeeld daarna, ja. mijn suikerspiegel, ja. dat ook moe. Maar alle kartingvouders snappen, snappen volledig wat Jos ja, Verstappen denk heeft het meegemaakt. Het uh, kartingvouders, is datzelfde hetzelfde als een soccerman? Is dat die, <laughs> die... 110 kilo wegen? <laughs> <laughs> dat is juist. Maar waarom is het eigenlijk? Hoe kan dat dat Verstappen en Hamilton elke grote prijs zo hard wegreden van de rest. Want het verschil dit jaar was wel gigantisch G tussen die gaan twee gaan en al de rest. Gaan we proberen talent te definiëren? Nee, op, nee ja. maar het verschil was echt wel opvallend ja. groot he, tussen ja. die twee en al de rest. Kijk, het feit alleen dat zij om de wereldtitel kunnen strijden, maakt ze in mijn ogen ook al sneller. Want zij hebben meer te winnen. Dus daar ga je misschien een grotere inzet door hebben. Mm. Maar aan de andere kant, ja, het is gewoon aangeboren aanleg. Ik probeer al 25 jaar om dat te definiëren, maar het is zo moeilijk. Ik denk dat het ook wel een beetje is. Je hebt de twee beste auto's. Ja. En een team kiest daar de leider. En die krijgt voordeel in strategie. Die ja. krijgt, denk ik, nog wel een, als het kan, iets uh, hier of daar bij performance uh, voordeel, om het zo te zeggen. Maar dus er wordt iets teams, meer. Bij andere teams is dat toch ook zo? En bij andere ja, maar teams... die komen niet in beeld. Nee, nee, ik weet het wel. Daar, we daar is het niet, niet echt, misschien met uitzondering bij McLaren, maar daar is er niet echt een van de twee rijders die de ander zo domineert. zoals... Hamilton Bottas of Verstappen Perez. Mm. Dat is echt dag en nacht bijna. Ja. Ik denk dat er heel veel teams zijn die, die nog geen uitgesproken nummer 1 of nummer 2 nee, ja, hebben. Misschien. Omdat ze nog werken aan hun pakket om, ja. om te groeien, om op een bepaald niveau ja. te komen, om dan uiteindelijk te gaan beslissen. Hier is duidelijk: Verstappen is nummer 1 bij ja. Red Bull. Perez doet Vandaag trouwens de perfecte nummer twee. De legende. Ja, dat is een legende nu, inderdaad. Legend. Zo Minister verklaard. van Defensie inderdaad, in Mexico geworden. <laughs> Als je het nu googelt, ja? uh, Minister of Defense, the Ministry ja, of Defense in Mexico, ja, dan krijg <laughs> je Sergio Perez. Dat is perfect, ja. Hey, ja, maar nee, ik denk hij denk... Heeft wel, vandaag heeft Sergio Perez wel bewezen waarom hij een contractverlenging heeft gekregen, toch? Ja, ik vind dat wel een beetje een momentopname. Ik bedoel... Maar sport, ja. nee, sport nee, is, bestaat is... uit momentopnames. Ja, maar... dat is misschien wel waar, maar vandaag doet hij het uitstekend... Ik vind dat hij het ook wel vaak ondermaats doet. Dus, en dat is bij Bottas eigenlijk ook altijd zo geweest tot dit seizoen. Vanaf hij wist eigenlijk dat hij wist dat hij wegging naar Alfa Romeo, dan, dan vond ik hem eigenlijk veel sterker presteren en veel meer relaxed. Ja. Maar bij allebei zit er die consistentie die je dan bij Verstappen of bij Hamilton ziet. Hmm. Ook al krijgen zij technische voorrang binnen het team, maar die consistentie is er ook niet. Want die, die wagen van Perez is altijd... Als hij altijd evenveel... Achter zit als die van Verstappen, dan zou je ook bij iedere race even ver achter Verstappen moeten finishen. Maar soms zit hij vlak achter en soms zit hij. Ik weet niet waar. Ja, maar ik denk dat je dat kan teruggaan naar de kartsport. Het begin van de formulewagens Wagens. Ja. Ze hebben eigenlijk heel hele carrière hebben ze gedomineerd. Klopt. Ja. Max heeft alles wat hij gereden heeft, heeft hij bijna altijd ja. in, in goud toen keren. Dus, en Hamilton net hetzelfde. Ik bedoel, Hamilton is altijd herenmeester geweest ja. over Rosberg. behalve dat één seizoen in de Formule 1. <laughs> dus, nou, ja. maar het, is, het is gewoon Sorry. zo. Als je teruggaat in, in, en je bekijkt het pad van een carrière van, van die verschillende piloten, ja, dan, dan is er een reden waarom dat Hamilton nu een nummer 1 is en waarom dat Verstappen een nummer 1 is en waarom Perez dat niet is. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat geen goede rijder is. Absoluut niet, maar het is minder volledig dan die andere. Ja, over ploegmaat gesproken was een vraag op Twitter uh, voor ons. Halt Valérie Valt, Valt, Bottas zijn auto tijdens de safety car gewoon in de muur moeten parkeren. om het een beetje te langer, langer te laten duren? Het had Mercedes alle punten en 100 miljoen boete gekost. maar Hamilton was misschien wel wereldkampioen geweest. Voilà, hoe ver wil je gaan? Hè? Ja, dat is wat Nelson Piquet deed ooit in de Grote Prijs van Singapore. Hè, om, uh... Waar Fernando Alonso nog altijd niks van weet. Nee, voilà. <laughs> <laughs> maar de, de, ja, zo'n manoeuvre. Ik ben blij dat het niet gebeurd is. Bottas had waarschijnlijk ook nee gezegd, want ja, hij rijdt volgend jaar toch ergens anders, want hij zou dan ook twee jaar mm. kunnen geschorst zijn bijvoorbeeld, hè, daarvoor. Dus ja, ik denk niet dat het. Uh, dat er zo'n Bottas geweest is. Maar, mm. Wat die, die boodschap daarentegen, de boodschap van die Ceres Ceres Perez te horen kreeg, <laughs> um, van hold 'em up, ze hadden het iets anders kunnen formuleren. Ja, ja de, zeker die, zeker, ja. maar ook die tweede boodschap dan nog eens midden in die fight, ja. dan nog eens gaan versterken. Dat is een het reintje, we hebben dat in DTM ook een aantal keer ja, gehoord, ja. het, het randje van... Jeepen, raus. Ja, dat klinkt nog erger in die <laughs> <The test>. maar <laughs> het komt op hetzelfde neer. Ja, <laughs> ik vond in elk geval dat alle boodschappen vandaag een pak minder genuanceerd waren. Ja. En, ik, en ik denk dat het gewoon te maken heeft met die eerste ronde. Hetgeen dat daar gebeurt ja. en hoe ja. dat dan oh, opgetreden wordt, dat, dat, dat zet een bepaalde tred. En, en, ja, ik, uh, ja. ik vond er weinig een blad voor de mond. Nee, mm -hmm. Oké, okay, die eerste ronde. Wie dat eerste duel, echte duel tussen Hamilton en Verstappen. De, de start was heel duidelijk. Hamilton, geweldige start, Verstappen een slechte start. Dus dan is het logisch dat Hamilton beter weg is. Alles waar ze eigenlijk voor gewerkt hebben in die kwalificatie. Ja, Gisteren was gewoon meteen weg, weggeveegd. Uh, jammer voor Red Bull. Fantastisch voor Mercedes. Maar die eerste, dat eerste duel. Wie ja. gaat daar in de fout? Gaat er iemand in de fout? Well, niemand gaat echt in de fout, nee. denk ik. Ik bedoel, Verstappen die probeert, zoals die. Is, allez, Hamilton is zo so de last of the late breakers. En ik vind Verstappen nog last of the even more late breakers. Of so. <laughs> ah, is, ah, jullie, die, die gaan ja. nog dieper. Maar jullie, jullie, als alle twee als racer had... Hamilton niet meer naar binnen moeten gaan? Dat, dat verstappen dat nooit had kunnen doen? Het is altijd... Elke keuze heeft een consequentie en je moet het op een, op een milliseconde beslissen. Als hij daar had verdedigd, had hij het volgende stuk verloren. Ja. Sowieso, uit de chicane ja, komende. Maar hij had het initieel... Ik denk dat je wel te probeert om de eerste move tegen te houden. Je pakt altijd de opportuniteit die je krijgt op dat moment. Ja. En dat heeft, Hamilton heeft gekozen om dat niet te doen. Je zag hem zelf rechtdoor sturen. Um, maar ik denk dat ja. hij ook schrik had om in te sturen. hij mocht ja, ja, absoluut geen contact maken. Ja, nee, ja, maar op dat ja. moment, als er contact is, ze vallen allebei uit. Maar hij had vroeger is... toch al naar binnen kunnen gaan, Mark, voordat die ja, stappen langs zij ja, zat. Maar, maar dan ja, had dan dan hij de, de exit, exit wel gemist. Exit. Ja. Voilà. Zijn reactie gisteren na qualifying was van, nu zie ik hem tenminste. Ja. Tegen ja, dat ja, ze zo zo door bocht één kwamen, zag hem hem niet meer. Dus daardoor komt hij terug in een... Nadeligere positie. Ja. Hij, hij, hij weet op dat moment waarschijnlijk ja. niet wat hij moet doen. Hij, dat dat hij geeft is ook, hem ruimte. Ja. Misschien ook de uitgangspositie waarom Mercedes, kost wat kost, die trackposition wou behouden. Hè. Ze wouden niet het risico lopen dat ze voorbij verstappen moesten op een gegeven Graken. moment. Want dat is wat Verstappen eigenlijk door zijn, <laughs> zijn de houding van het hele seizoen al heeft ze een beetje schrik aangejaagd. We gaan die toch niet moeten inhalen, want dat loopt verkeerd af. Dus we blijven er maar voor. Dat is hen op het einde ja, zuur opgebroken, natuurlijk. Schrik voor Max Verstappen. Ja. Is hij dan nog altijd zo roekeloos in jullie ogen? Nee, roekeloos is hij niet. Ik nooit denk uit. niet dat roekeloos is. Hij heeft iets afgedwongen. Wat ah. trouwens in denk, 1991 of in 1992 zijn vader ook deed. Ja. Toen in de Formule 3, als je, als, als je een auto zag komen met zijn en helm. dan, dan ja, je creëerde automatisch een meter extra. Omdat je wist van als hem geen plek heeft, dan ramt hem er weer af. Maar zelfs op een <laughs> test. En dat doen jullie ja. niet roekeloos. Maar zelfs niet roekeloos. Dat is agressief. Dat is niet nee, hè. Ik weet nog dat ik zelf nog kerting reed en, en, en Jos reed toen ook schakelkaarts Toen reed hij de buiskampioens dus op dat jaar of zo mee en hij was op een gewone testdag op een zaterdag. En dan zat hij gewoon een seconde te lang voor hem. Boom, roefel eraf. Dat is, Jos Verstappen heeft dat perfect aan ja. zijn zoon meegegeven. Alleen denk ik dat Max uh, zijn talent nog wat meer heeft kunnen doorontwikkelen in de positieve... Het is talent van, van Sofia. ja. Van zijn moeder. Hè? Ja. Meegekregen van Sofie Kumpen. De kleine liefdesbrief van, uh, van Gert hier. De, de perfecte mix. <laughs> ja. um, dus jullie vonden het ook terecht, dat eerste duel, dat er geen onderzoek nodig was? Dat ze het gewoon meteen geclasseerd hebben? Vonden jullie ah, een goede beslissing? Ik vind, kijk, Verstappen doet zijn manoeuvre, Hamilton geeft hem de ruimte, hij houdt zijn wagen buiten de baan. Dat is één discussiepunt. Hmm. Hoe ver dat hem dan ook die chicanen afsnijdt, <laughs> dat is een dat, ander, hè? net vond ik uh, dat, vond dat voordeel ik persoonlijk heeft hij dan dus volgens Michael daar. Macy teruggegeven. Maar dat hebben wij niet goed, op, wij niet ja, goed gezien. Ja, maar dat toch, is ook he? heel moeilijk meetbaar, Gert. Ja, bedoel, ik bedoel, als je, als je buiten de piste gaat rijden en je wint een positie, moet je de positie teruggeven. Ja. Maar nu heeft, heeft die... hij... een positie gewonnen? Dat was Nee, maar is de... hij reed dat... eerst, dus ja, dat vind ik niet. Ja, dus. ja, maar dan ook, laat ons nog zeggen, ze gaan samen die bocht in, maar hoeveel seconden heeft hij gewonnen door dat manoeuvre? En hoeveel geeft hem er terug? Ik vind, Ik, denk, ja. Ik vind het een hele moeilijke om te arbitreren. Ik denk wel, als je naar de snelheid van Mercedes kijkt, dan, dan had het in die zin, net zoals in Jeddah, voor mij, weinig verschil gemaakt. Mercedes was gewoon een rapper. Ja, punt absoluut. On the line. Maar hoe kan het dat Hamilton met een mediumband zoveel wegrijdt? Van Max Verstappen op een softbal. Hij rijdt natuurlijk in clean ja. air. Voilà. Dat is een maar het was wel, Vooral die wagen. Wat, wat, zei, wat zei Hamilton gisteren nog: ja, de Red Bull is zoveel sneller ja, eh, maar dat is Game Ja, dat is games, ja, zijn, ja voilà. het, het was pure calimero. Had tien eierschalen op zijn hoofd. Maar. <laughs> het is. <laughs> Unbreakable. Ja, duidelijk. <laughs> uh, maar het was wel heel opvallend hoe snel die Mercedes opnieuw was. Ja. Ze kunnen zichzelf ook vandaag niks verwijten. Hè. Ze hebben het. Quasi perfect gedaan, ze hebben geen fout gemaakt. Volgens, volgens mij. mij hebben ze geen enkele fout gemaakt behalve de communicatie over de radio. Ja, ik, ja. ik, vind, ik vind. Dat vind ik de enige. Ja, dus, ja, daar, 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 daar verliest ja. Mercedes een beetje hun geloof. Respect in mijn al. ogen, en ja. respect. Ja. Maar op de baan, technisch ja. en, en, en hoe, ze, ja. hoe ze de strategie uitgevoerd hebben. Uh, je ziet ook reacties van mensen van uh, ah, bij die virtual safety car had hij moeten binnenkomen. Nee, nee, hij moest niet binnenkomen. Verstappen moest binnenkomen. Als je nu dat omgekeerd hè, in, in die safety car, de laatste dus, hè, en Hamilton komt binnen, dan komt Verstappen niet binnen, want uh -huh. dan neemt hij positie over. Dan nemen zij, want eigenlijk gaat Mercedes er dan vanuit van we hebben safety car tot aan de streep. Want anders ga je binnen toch ja, en neem je ze, softs. Ze pakken toch een risico. Ja, ja, dan neem Stilstaan je risico. pak je toch een risico als je voor. Altijd. Ligt. Maar als je ervan uitgaat dat die safety car weg, op tijd weg gaat zijn, dan kom je toch altijd binnen? Ik weet het niet, ik denk dat nee. in de pits binnenkomen is altijd de deur open tot een mogelijke fout ook. We zijn ongeveer de helft van de luisteraars verloren nu. Hè, dat ken... <laughs> maar dat, is, een vraag. Nee, maar je bedoelt dat is, is wel een vraag die we ook op Twitter hebben gekregen. Uh, van John van Limbergen. Die vroeg: als Lewis pit zoals Max dat doet, Max dat doet ja. en soft slecht, wint hij toch altijd? Of nee, zie ik dat verkeerd? Ik vraagt? denk nee. dat niet. Als de safety car op hetzelfde moment weggaat, wel, hè, Sam? Waarom? Ah, dan zit hij vlak achter Max. Ja, en toch denk ik dat met Max zijn agressieve reis dat hij dan wint op één ronde. Dat denk ik. Of dat ze alle twee in de vangrail. Ja, dat kan ook. De vraag, ik bedoel... is, de vraag is natuurlijk ook waar zij op circuit zitten en waar de safety car is. Ja. Ja. En, of de, en of de procedure wordt. Gevonden. Maar er wordt hier toch gezegd: als je met dezelfde band vertrekt op het scenario dat we nu begaan, wie wint er dan van die twee? Met dezelfde softband? En dan denk ik: verstappen. Als ze op dezelfde banden vertrekken, ja, denk ik het ook. Daar, dan is als die alle twee op één ronde bedoel ik. De agressiviteit van die ene ronde, dan denk ik: allee. ja. Ik bedoel, we ja. hebben dat toch de afgelopen ook om, wedstrijden ook gezien. Omdat, omdat je ook weet dat als ze elkaar raken, als ze van de baan gaan. dan wint. Dan wint ja, Verstappen, Verstappen dus. sowieso. Maar, ik, ik maar was als... Verstappen dan binnengekomen als Lewis Softs had laten monteren? Ja, ook. Ook denk ik, ja. ja, ze, ja. ze moesten reageren. Ja, ja. Langs hun kant was er niet, was nee. er niet veel keuze, denk ik. Nee, ja. Nee. Ja. Maar ik vind, ik vind het ook wel, wel grappig om te zien, um, of interessant eerder. tussen Red Bull en Mercedes. Ik vind Mercedes het betere team dit jaar. Um, ze hebben vaak de betere beslissingen gepakt, ook strategisch met de banden enzovoort. En Red Bull is dan iets meer dat Daredevil-team, wat roekelozer, niet chaotisch even gedecideerd. En dat is ook, we, he? Het maar dat doet hen vandaag, dus het kampioenschap binnen. Hè? <laughs> ja, dat is waar. Door, door te durven door en te durven te springen. Zijn, en, en, dat en daar dat is Mercedes zo. dan misschien iets te afgemeten voor. Um, hey, ja, maar dat heeft, dat heeft Mercedes dit jaar nog punten gekost. Hè? Waarom staan zij helemaal alleen in Budapest op die startgrid bijvoorbeeld? Ja, dat er alle anderen naar binnen de zijn om, om regenbanden te halen. Zij staan daar als ja. enige wagen. Om voor goede televisie te zorgen. Ja, wel, dankjewel. Maar... Geniaal beeld. Ja. Geef toe. Dat zijn punten die je had kunnen ja. gebruiken. Hè, aan het dat was een sterke start toen wel, Louis Hamilton. <laughs> Hij was het. Al... Hij was ons beste ja, weg. Was de eerste weg. <laughs> absoluut, absoluut. Um, ja, het laatste rondje. Met die banden, Hamilton was effectief gewoon een vogel voor de kat. Hij had gewoon ja. geen kans tegen, tegen Verstappen. Nee. Had hij iets kunnen doen? Verdedigen. <laughs> Heeft hij te weinig ja, hij verdedigd? Had, hij had nee, iets samen, meer kunnen hij kan, verdedigen. Hij kan man. niet alles verdedigen. Nee, want als ze raken, is het ook gedaan. Tja, maar, is hij ook verliezen de partij. Ik weet het niet goed. Ik weet het echt niet goed. Ik, ik denk dat hij bij die vond... hardspel hij de deur kunnen dicht doen. Dan had kunnen dichtdoen. Dan had hij misschien op dat rechtstuk inderdaad, uh, voorbijgestoken worden door, door Max Verstappen, maar... Ik, weet niet. Ik, vind, ik vind dat die deur iets te veel openstaat voor één ronde. En de, bij de, voor de Haarspel, bedoel ik Voor de Haarspel. Ja, ik denk want, niet dat, dat Hamilton had gedacht dat hij daar iets ging proberen. Ja, okay, ja, maar hij, dat kwam, just, hij kwam ook van ver. Hè? Da, maar ja, dat is net het verschil. Hij kwam ook van dat van zou je ver. toch na nou die eerste ronde moeten snappen? Dat, 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 uh... ja, Allee, ik ja, snap, ik de inschatting super moeilijk. Hè? Maar, ja, maar ik versta het je toch wel, want, want hij doet het eigenlijk bij de eerste ronde al. En, dan, en hij doet het in de laatste voilà. ronde nog eens. Ja, had het misschien iets beter moeten zien aankomen, ja, klopt ja. wel. Ja. Het is ook wel als zij. Niet verdedigt, ja, dan wordt hij ook gepasseerd. Dus dan maakt het weinig uit. Ik denk dat Hamilton niet helemaal kan verdedigen zoals hij wil verdedigen in die situatie wegens de gevolgen. Als we er allebei uitgaan, is Verstappen ook wereldkampioen. Ja, sowieso. Ik denk dat dat vooral de, de doorslag heeft gegeven. Oké, okay, We zijn bijna 35 minuten ver. Ik heb nog eens uh, ge <laughs> En voorlopig hebben we nog geen. Is Verstappen nog es altijd wereldkampioen? Voorlopig is Verstappen nog altijd wereldkampioen. Dus we hebben nog geen nieuws. <laughs> Wat ja. vinden jullie eigenlijk dat er moet gebeuren? Ik vind dat Wat zo. ze moeten doen met dit reglement? Ik, dat, ik vind dat zo'n subjectieve vraag. Allee, ja, dus ook, tuurlijk, dat maar is ja, een subjectieve vraag. Voor die jou, als, als journalist. Regels volgen. Ja, inderdaad, ja. je, je kent die regels ja. veel beter, eerlijk gezegd, dan mezelf. Maar puur voor die sport denk ik dat het zo moet blijven. Ja. Um, maar ik snap ook wel, het is moeilijk als er echt regels, als de regels niet gevolgd zijn, dan is het echt wel moeilijk. Want als je het nu niet volgt, was dan, allee, hoe zit dan volgend jaar eruit? Absoluut, dus, ja. ik, vind, ik, vind, ik vind het tegenstrijdig, maar ik zit nog een beetje denk, in die euforie, euforie van, van de schoonheid van het van einde van het seizoen. Ik zou het liever zo zien. Iedereen. Maar de gevolgen van niet de regels te volgen zijn mm -hmm. niet te overzien, denk ja. ik. Michael, Michael Macy volgend jaar nog als wedstrijddirecteur, als hij het nu echt een fout gemaakt heeft bij het volgen van die procedure. Dat wordt moeilijk. Maar ik denk ook dat het moeilijk wordt om iemand te vinden die zijn plaats wil innemen. Ja, waarschijnlijk. Zeker als alle boodschappen openbaar gemaakt worden. Ik ken er misschien wel twee. Deze groep. of je, je nou? noemen? Nee, nee. Ik, nee. Uh. Die, 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 alsjeblieft niet. Het mag altijd, hè? Oh, nee, 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 nee. Het mag altijd. Shout Ik um, okay, geef je dus voorlopig. Uh, is Max Verstappen nog altijd, nog altijd uh, wereldkampioen? Um, zijn er fouten gemaakt bij die herstart na de. Safety car, los van of de procedures zijn gevolgd. Hamilton die even lijkt even vertrekt, even lijkt in te houden en dan weer vertrekt. En Verstappen nee. die wat lijkt te weven. Dat weven van Verstappen vond ik een beetje op de limiet. Ja, mag officieel niet? Nee, mag niet. Mag je mag één keer even wijken ja. van je lijn en terug voilà, van je lijn? Dat is het. Daar heeft hij zichzelf, daar is een mogelijkheid geopend, maar die is niet genomen dan door de wedstrijdleiding nee. om Verstappen te, te bestraffen. Want eigenlijk is dat ook een beetje tegen de regels. Aan de andere kant, voor de rest is alles nog net sportief, ja. met het klein beetje controverse dat we nodig hadden gebeurd. Dus je je kan goed. ook over die, over die herstart discussiëren, hè? want uiteindelijk heeft Hamilton ook op een bepaald moment de versnelling ja. aangenomen, en terugverdraagt dan die... terugversnellen mag in principe niet, ja. ook niet. Het is een evenwicht. Ja, en ik, ik vond dat je heel duidelijk zag dat uh, Hamilton weet op dat moment, Verstappen zit vlak achter mij, ja. rijdt op de soft, mm. en je ziet twijfel in hetgeen dat Hamilton doet. Nou. Hij, hij wist niet goed hoe hij met de situatie moest omgaan. Maar ik denk dat er geen enkele situatie een goeie had geweest. Nee. Zoals we zeiden, ik denk dat Verstappen de bovenhand had op dat moment. Ik, ik was er eigenlijk bij de crash van Latifi op dat moment... Gezien de snelheid die de baancommissarissen al hadden laten zien dit weekend in de Formule 2 ook, was ik ervan overtuigd dat we achter Safety Car gingen vegen. Ja, want het was wel mooi eigenlijk. Je ja, zei op antenne, je zei, um, in Europa zou dit al lang opgelost zijn, ja. dan gaat het veel sneller. En een seconde later was die wagen bijna Oeh, weg van my. Williams. Ze luisteren naar Gert. dat vind ik ja, toch... Verlof. Eindelijk iemand. <laughs> Eindelijk iemand in een rijk land die luistert naar mij. <laughs> maar als neutrale Formule 1-liefhebber en als iemand die zelf nooit gereest heeft... Dat einde was echt wat ik nodig had, is overdreven gezegd misschien, maar waar ik op aan het wachten was. Dat, ik had het zo'n anticlimax gevonden als het seizoen was geëindigd zonder nog een duel op het einde helemaal. Als het ja. zo gewoon was geëindigd met een dominante prestatie van, van Lewis Hamilton. Ik snap, voor de Mercedes- en Lewis Hamilton-fans hadden het fantastisch gevonden. Maar ja, jullie allemaal, alle commentatoren bij wij ons... We zijn allemaal Lewis Hamilton-fans toch, het hangt er een beetje vanaf wie er wint. Ah ja, okay. Wij zijn partijdig richting... Oké, okay, voor maar, eens en voor, voor altijd. <laughs> zijn jullie echt Lewis Hamilton fans of niet? Gaan we het ik niks ben uitsparen? Lewis Hamilton fan, maar ik ben niet enkel Lewis Hamilton fan. Ik ben fan van, van alle piloten op dat niveau <laughs> die uitstekend presteren. Dat betekent Max Verstappen, Lewis Hamilton. Punt. Maar ik heb gezegd... Maar ik heb gezegd... <laughs> ik vrees dat... De vraag was wie denk je dat er gaat winnen, niet wie hoop je dat er gaat winnen. Wie denk je? Ik denk Mercedes. Ik hoop Max Verstappen. En ja, dat was, voor mij was dat, dat niet was... anders. En als je vandaag kijkt, heel die wedstrijd, dus vergeet even de safety cars. Max is nooit in de buurt gekomen nee. van, uh, nee. van Hamilton in normale omstandigheden. Nee. Want, want zelfs heel het discussiepunt rond het afsnijden van die chicane, hoeveel heeft, heeft hem gemaakt. gewonnen, hoeveel heeft hem teruggegeven. Ja. Ik denk dat het gewoon geen verschil had gemaakt. Zelfs niet nee. op het moment dat Hamilton op, op miniumbanden stond, die al, ik weet al niet meer hoeveel ronden dat ze gereden hadden. En Max komt dan met zijn softs naar buiten. Het, het verschil is er altijd geweest. Max ja. kwam, kwam niet en, dichter. Ja. Op een bepaald moment zaten ze met een verschil van banden waar dat Max eigenlijk achttiende per ronde nodig had. Ja. Ja. Dat hij sneller moest zijn dan en, Hamilton. Dus nooit, dus één keer, en één, hij kon, hij kon ja. soms met moeite drie-viertiende winnen. Ja. Er is één iemand waar we altijd subjectief over zouden zijn. En dat is als een Belg effectief mee zou doen in de Formule 1. Toen dus Stoffel van Doorn mee reed, hij heeft nooit de kans gekregen om bij effectief mee te doen voor de punten zelfs. Maar dan denk je dat we allemaal zo chauvinistisch zouden zijn en openlijk zouden supporteren. Maar nooit zo chauvinistisch als een Nederlandse commentator wil stappen, denk ik. Vandaag viel het tegen. Ik heb het, jij hebt het ja. nog niet gezien, nee. ik heb het al beluisterd. Nee, nee. En ja, ik had meer vuur verwacht. Maar dat meer was de enthousiasme. misschien van Olaf Mol, misschien zat hij al in de put, zat hij een beetje boycott. Ja. Ja, of misschien te veel emoties omdat hij wist dat ook, ja. het over een maand ja, ging lukken. Nu let op met wat we net aan het zeggen waren: Verstappen heeft ook de perfecte race gereden. Ja. Met de wagen die dat hij had. in ja. De positie waar dat hem zat. Het is dus hem. Het is niet alleen, ja. ik wil weer niet alleen mm. richting Hamilton gaan, want, ja, want Verstappen nee. heeft ook een perfecte race gereden. Maar het verschil in snelheid tussen Allereen. de twee was. is daarom, ja. ik denk dat ik het ook tijdens de race ja. heb gezegd, ik had ja, het graag een, gezien dat Hamilton bij de start achter Verstappen was gebleven. Want dan hadden we al meer het spektakel gezien, denk ik. Alhoewel. Misschien had Hamilton dan gewoon gewacht op de strategie. En het dan is ook misschien ook een andere wedstrijd geweest voor de Mercedes. Ja. Als ze hem niet in de clean air had gezeten. Ja. En het is ook zo'n verhaal. Of het nu Hamilton was geworden of Verstappen. Je kan je neerleggen bij elke piloot die, uh, die kampioen is geworden. Zeker op ze hadden deze het manier. allebei verdiend. Ja? Je moet Ik ja. bedoel, En dat vind ik het, het meest positieve aan de manier waarop Max wereldkampioen is geworden. Hij heeft zich niet verlaagd tot het niveau van Michael Schumacher of Ayrton Senna, mm. die gewoon ja. een tegenstanders van de baan hebben gereden. Dat heeft Max Verstappen ook niet nodig. Nee, dus dat, dat maakt me eigenlijk nog het meest bij. Daar zaten we diep bij uiteindelijk. Hè? Ja? Als je die beelden bekijkt, um, allee, hoe dicht ze bij elkaar zitten, op een bepaald moment. De skill dat die twee, dat die twee jongens ja, hebben, dan die snelheid, met de druk die er is en alles wat er speelt de laatste ronde. De laatste ronde was gewoon echte reclame voor de Formule 1. Mm. Waar plaatsen dus, jullie deze titelstrijd historisch gezien? Je hebt Senna, Schumacher net aangehaald. Ik ben daar te jong. Het plafond is niet hoog genoeg. <laughs> nee, echt. Nee, Op deze ik manier... vind dit ook alles overtreffen. Ja. Ik bedoel, Schumacher destijds was, was, was geweldig. Senna was geweldig. Sen de duels Senna waren Pro er ook. Hè. Senna Prost, Lauda Hunt. Ja. Het is dit dezelfde hoogte of komt het er zelfs bovenop? <coughs> ik vind dit er ver bovenuit steken. Ja. En ja. zeker als je dan rekening houdt met Max, die is 24 jaar. <coughs> Hij is in de Formule 1 gekomen op zijn 17 is nu 24 jaar, is Formule 1 ja. wereldkampioen. Ja. Ik bedoel, je mag ook niet onderschatten de ervaring die Hamilton al heeft. Dat, dat was in een situatie is zoals was van 15 kanten. Ik geloof ook nu Hamilton. Dus ja. ja, dat is ook, dat is ook mijn vel, maar veel. Ja, uh, ik vond het heel straf. Ik denk dat, dat je daar moeilijk kan vergelijken. Ik denk dat die sport en alle sporten, die zijn zo professioneel geworden, dat die gap altijd kleiner wordt tussen teams. Dat komt er een stuk door technologie. Dus vroeger, als iemand iets vond op een auto, dan was dat meestal zo'n voordeel dat je dat niet echt kan gaan vergelijken. Nu zit het team zo bij elkaar en dan een seizoen lang. 22 races of 23 races, dat is gigantisch. Um, dus ik vind het anders. Senna, voor mij, blijft al nog altijd als persoonlijkheid er wel bovenuit steken. En dat heeft niet echt te maken met de titelstrijd. Het charisma die kwam op voor echte dingen die, die hem nou aan het hart lagen. En... Daar is hij voor mij nog altijd echter in dan de huidige generatie piloten. Ja, maar er is dat ene dingetje hè, dat we ook laten zien hebben: het seizoen 90. Ik, ik denk dat dat ongeveer de, de zwaarste goocheling was van, van als Formule 1-fan. Dat hij ja. zich tot dat manoeuvre. De grote Iron Senna. Oh, ja. maar ook dat, Gert, mag je ook niet alleen. Nee, dat nee, nee, daar zit er een hele voorhistorie in. Er een ja, hele voorhistorie he? op, ja. op dat moment. Dus. Ja. Ik weet het niet, uh, ik, ik was recent in Amerika en, en ik voel heel veel meer interesse voor de Formule 1 vanuit de Amerikaanse hoek. En die spreken maar over één iemand, dat smaakt verstappen. Ja, echt? echt? Ja, absoluut. Dat ja. ligt er echt wel binnen hun. Ja, maar het is, manier, het is gewoon hè, de manier waarop, de, de, mm. de, de, de stijl waarmee dat hij dat doet. Um, en, en waar ik vooral naar kijk, dan is de finesse waarmee hij het doet. En de. En de kunnen Amerikanen dat, dat ook appreciëren? Want wij hebben zo het beeld van, zolang je maar een grote mond opzet en af en toe uh, wat, wat gespierd rijdt, kunnen zij de, de fijne kanten van de autosportkunde ook appreciëren. Ja, maar ik denk dat ze bij, in hem vooral het, het, het talent zien, maar ook het lef zien. En, ja. en ja, nogmaals, het is, het is allemaal perfect uitgevoerd. Mm -hmm. American daarom, Dream, ja. eigenlijk. Ja, absoluut. Het Red Bull imago zal er ook wel bij helpen misschien, denk ik niet. Red Bull heeft al het imago van... Het wordt meer zo gestuurd. Ja. Hij wordt ja. meer zo gestuurd. Mocht hij een Mercedes-piloot zijn, hij zou, dus hij zou hetzelfde karakter hebben, maar misschien iets meer afgeborsteld uh, of iets meer contained. Dat, dat er niet nee, als je ziet, eigenlijk is Lewis Hamilton de Lewis Hamilton van nu geworden sinds hij bij Mercedes reed. Hè? Daarvoor bij McLaren was het ook een... Nul tatoeages hè, toen. Nul. Nu staat zijn nee. lijf vol. Dus om maar dat voorbeeld te geven. Soms wordt dat een verslaving. Gert? Ja, dat doen we toch niet. Misschien <laughs> ja. Ja. Soms wordt dat een verslaving. Nee, Sam, zegt is echt te slecht. Dat doen we toch niet, dat is, dat is je slechtste van heel het jaar. Sorry. Dat is echt, <tie> allee, je kunt hem bijhouden voor het laatste weekend. Je woordmopjes, ze worden geapprecieerd, ja. maar, nee, dat is, dat is het erg. Maar ik denk wel dat we dat moeten, extra moeten waarderen, wat we dit seizoen hebben, hebben gezien, en dat we er niet van moeten, van mogen uitgaan, dat het elk jaar zo gaat zijn wat we hebben gekregen nu. Nee. Zo'n strijd van begin tot einde. Dat lijkt mij onmogelijk. Ik, heb, ja, ik, ik hoop er het er volgend van. jaar. Ja, 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 volgend jaar. Ik heb vooral schrik volgend jaar met die nieuwe regels dat er één team weer bovenuit gaat steken. En dan zijn we weer als. voor een paar jaar. Ja. Want ik denk, als we nu zouden willen, als we effectief het hele seizoen zouden beginnen overlopen, ja, over drie uur zijn we nog bezig. Want er is zoveel gebeurd. Max Verstappen alleen al. Hij zei het al, finally some luck. Ja. En als je effectief begint na te denken wat er met Verstappen dit jaar al is gebeurd, denk aan Baku, ja. die klabband. Ja. Aanrijding in Silverstone was ook pech. Um, ja. Soms heeft hij ook zelf fouten begaan. Hè? Monza, uh, Bahrein, vond ik een fout. Uh, Spanje was een strategische fout van het team. Terijn, ja. Als je enkel naar de fouten kijkt, van het team of van de rijder, dan heeft Max meer punten verloren dan Hamilton. Aan fouten, hè. Want... En Hamilton heeft in ook in een zware fout begaan, hmm. ook 18 punten weggesmeten. Maar, maar Hamilton heeft er gisteren nog een gemaakt, in Er ja, voilà. Zijn lock-up links voor, als hij ja. die, die, die naarspelbocht in, of onze parabolica-bocht in ingaat. Ja. Dat is een fout die afgestraft wordt, waardoor hij geen polepositie heeft. Mm -hmm. Heeft hij wel dat... teruggepakt bij de start. Ja, ja. Nu wel, maar, maar het draait nu zo wel uit. Dat ja. had het anders kunnen geweest zijn. Mm -hmm. Jij vond dat het in Silverstone geen pech voor Verstappen? Ik zag je meteen een om. Maar Ik vond dat heel dubbel. Allee, ik probeer altijd die situatie te bekijken. En, en dan vind ik dat degene die het manoeuvre doet, dus de achterligger, die heeft de meeste verantwoordelijkheid om het te doen slagen, ja. vind ik. Dus in die zin is daar Louis Hamilton op die moment. Maar Max Verstappen die stuurt daarin, met zoveel zelfzekerheid te weten dat hij daar zit. Ja, ik weet het niet goed kiezen? Ik... Het, het was, ja pech is <laughs> hij misschien koos in voor, dat he? geval. Ben break. Ja. Hij had een grote voorsprong in het WK. Hè? Eigenlijk had hij gewoon kunnen zeggen van, ik laat hem hier. De opening, ik ga iets wijder uit de kops. Dan verlies ik misschien een positie, maar dan, ja, dan, dan verlies ik maar zeven punten. Nu verlies ik er 25. Zeker op dat moment in het kampioenschap. Maar ja. Als, ja, ik vind dat net leuk om te zien, dat hij ervoor wil blijven gaan. Dat is voor mij het teken van een echte sportman. Okay, hij houdt geen rekening ja, met nee, de Nee, WK's. nee Ik ben nu aan het racen en ik wil deze race nu winnen. En jij gaat mij niet voorbij. Maar steken. soms win je een race door niet te winnen. Ja, ja, word, je wordt vooral stomma. zeker kampioen als je altijd aan het kampioenschap blijft denken. Vraag ja, ja, weet aan het. Alain Prost. Kik ja, je Rosberg? Ja, ook. En race een race gewonnen. Een heel kampioen gewonnen. En kampioen. Het is af en toe een beetje rekenen. Ja, ja zeker in de tweede helft van het seizoen, denk ik. Okay, ik ben heel benieuwd hoe dat er nog van gaat komen van uh, aan het einde van dit seizoen. Ja. Uh, waar we niet op gerekend hadden en waar ook niemand, wat ook niemand nog wist: Carlos Sánchez is vandaag derde geworden. Ja. <laughs> ik, 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 heeft niemand gezien hoe dat gebeurt? is eigenlijk wat. <laughs> ik heb ja, geen idee. Ja, dat is het Totaal dus, ontgaan. Die zat, uh, die zat er eigenlijk redelijk goed op zijn ja. plek 4-5 met Ocon. Uh, totdat Perez zijn wagen wordt binnengehaald. Ja. ja, dat. dat... Daar mogen ze me ook nog eens een uitleg voor geven. vond ik ook een hele rare, want er is niet gezegd geweest nee. waarom of hoe. Nee. Die radioboodschap was ook vreemd, hè? Ja, die van ja. Peres. Really? Ja. Ja. Maar kan ja, even, ja, onduidelijk, absoluut. Maar, maar door het wegvallen van die auto en dan die herstart, ja, zo komt Science uiteindelijk ja. op een podium terecht. Ik denk dat Bas het wel had zien aankomen. Bas had het zien aankomen, uh, ik kreeg ook een prachtige suggestie, een prachtige woordmop van, uh, van Joris Brijs. Rocket Science. <laughs> vond zo goed ja, nee, dat zijn dingen waar ik denk van geniet ja. maar Bas inderdaad uh, we hebben nu een aanvraag gedaan bij, bij Play Sports uh, Das Lenders wordt zijn nieuwe naam met het Ferrari, ja, ja, Ferrari Das. Dat kon je misschien moeilijk op tv zien maar was wel zeer partijdig in die zin maar uh, goeie gok Wij van is ook van Bas. Teammanager van een team dat met Ferrari rijdt. Hè? McLaren. Nee, Inception rijdt ook met McLaren. Ja, verhaal. McLaren. Grotendeels toch? Nee, ik bedoel, om even serieus te zijn: um, Carlos Sainz, toch een sterk seizoen. In zo'n team, dat is echt niet gemakkelijk. Werd er eigenlijk binnengebracht, een beetje als tweede viool, uh, Charles Leclerc, de grote man. Ja, het was al bijna Philippe Sainz. Of ja, Sainz, inderdaad. He? En die heeft zich daar toch tegen verzet. En dan vind ik dit wel een mooie conclusie in die laatste race dat hij daar dat podium pakt voor Ferrari. Charles Leclerc ja. mag niet te gerust zijn, denk ik. Volgens nee. mij dat, dat hij de nummer één gaat zijn. Hè? Maar er zijn nog ja. zo'n teams. Ik bedoel ook Con Alonso. Uh, zeker Norris, Ricardo. Iedereen dacht, ja, Lando Norris moet opletten. Want Daniel Ricardo, ja, omgekeerd. hè. Dat is misschien wel. Als je ziet welke verwachtingen er voor het seizoen waren, is Daniel Ricardo misschien wel de, de grootste verkoopeling van, van ja. het seizoen. Hè? Al heeft hij een race gewonnen. Ja, midseason. Uh, of zo, de tweede helft, net na de tweede helft, werd hij wat beter. Ja. Begreep hij de auto beter en dan, dan heb je er wel begrip voor. Iemand die, die redelijk vaak van team is verwisseld, met niet veel tijd tussen, dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Je verandert van, van de omgeving. Um, maar ik vind ook nu die laatste races weer, weer een beetje teruggezakt. Nee. En dan is Norris toch wel, ook gisteren in quali, uitstekend. Hè? Ja, maar dan kijk je ook weer naar pure performance. He, op zaterdag en zondag en ik denk dat de, de, de inbreng van iemand zoals uh, ja. Ricciardo is, is niet te onderschatten bij McLaren, nee, hij dat heeft ook. zoveel ervaring dat is waar. Um, bij testwerk bij ontwikkelingswerk, in communicatie met ingenieurs en dat soort dingen, denk ik dat hij absoluut wel zijn plaatsje verdient Jens. natuurlijk dat die jonge wolven he, die staan natuurlijk klaar de, dezelfde vraag kunnen we stellen bij Mercedes volgend jaar wat gaat Russell kunnen doen aan de prestaties van Hamilton ja. Hamilton zal nog steeds wel nummer 1 zijn maar ik denk, ik denk dat Russell ook een beetje ont, ontgoocheld is, misschien het woord niet, maar misschien had verwacht dat Hamilton kampioen zou worden en hem dan volgend jaar misschien beter zou kunnen begeleiden. Ik denk dat er nu nog wel wat honger bij Hamilton zit, waardoor Russell Extra het, honger. Het, het moeilijker zal krijgen, denk ik, bij Mercedes. Want Hamilton zal zich willen blijven profileren als de nummer één, wat misschien ja. bij de achtste titel iets minder was geweest. Ik weet oh, het niet hoe. Hij gaat het record toch willen breken. En hij gaat toch revanche willen oh. nemen voor dit jaar en voor wat er oh, gebeurt. Ja, is. wacht dat over twee uur. Hè. Ja, ja. ja, inderdaad. <laughs> over tien <nee>. <laughs> minuten ook niet. Misschien, wel, misschien is dit seizoen ook wel. Uh, het kan ook anders vallen. Hè. Het is misschien niet typisch voor Lewis Hamilton, maar het kan ook een mokerslag zijn. Hè. Het is toch psychisch en lichamelijk een en Ja, maar hij ja, is juist. toch een veel te grote kampioen en te grote het niet. winnaar. Niet? Ik weet het niet. Sam is ook, Sam, het is soms 7, ook een 1, halve filosoof. Het is 7-1 in plaats van 8-0. Ja. Ik weet het niet hoor. Allee, het is een beetje cru gesteld, maar ik denk dat Lewis Hamilton sneller over ontgoocheling zal zijn dan Max Verstappen was geweest. Logisch ook, vind ik. Wat ook logisch is. Ja. Wat ik trouwens tof vind, Max Verstappen die gaat volgend jaar met nummer 1 rijden. Hè? Heeft ja. hij al gezegd. Heeft hij al gezegd? Hij heeft ah, gezegd, als, tof, ik, als ik wereldkampioen ben... Misschien, hè? Dan wil ik. <laughs> ja, ja. Je krijgt die kans niet vaak, maar als ik dan wereldkampioen ben, dan wil ik effectief met de nummer 1 op mijn wagen rijden. Tof, ik snap dat. Ja. Want Hamilton had de uitleg gegeven, um, ik ben wereldkampioen, maar het jaar erna kom ik dan terug. En dan ben ik geen wereldkampioen ja. meer, maar kom ik bij als nummer 44 om de wereldtitel te pakken. Om meer gemotiveerd te zijn, want dan begint het opnieuw, het is een nieuw ja. proces. Bij McLaren heeft hij wel met nummer 1 gereden trouwens, hè, toen hij wereldkampioen werd in 2008. <laughs> dus me niet voor niet vermoeid. Toen waren er nog geen vaste nummers. Ja, was het hè? Toen verplicht? Ja, ja, ja. Je, je, toen waren er nog geen vaste nummers. Toen moest je nog, want ik denk de laatste die met een 1 gereden heeft, zal dan Vettel geweest zijn, vermoed ik. Hamilton heeft het nooit gedaan, maar Rosberg is gestopt. Dus. Dat is dat vingertje, hè, dat is op zijn ah, auto ja, ja, geplakt. Juist, ja. Wat? Bij Vettel altijd dat vingertje. Het Vettel vingertje oh, waarmee je altijd nummer op ene. het podium stond. Ja. Ja. Ik vind het mooi. Ja, tof. Zal, ook... Het is marketinggewijs wel niet zo'n slimme zet, want die 33 zou wel ergens... Ja, dat zijn allemaal andere petjes. Al die t-shirts, die merchandising. Al merchandising ding, ding. Ja. Tuurlijk. En in Nederland, die straten rond Zandvoort, die geen 30 kilometer per uur hebben, maar ja, 33. Ja, 33 <laughs> van, hè? Dus dat wordt nu één per uur in Zandvoort. Oké, okay, goed. Ja, ze waren al op de, op de slechte ja. weg. Ja. Ik denk dat ze bij, bij Ajax hadden ze ook iets op hun shirts gedaan met nummer 33. Medel, nou nee. alles, alles, voor, alles voor Verstappen. Hè. Ja. Uh, we hebben vandaag ook afscheid genomen van een wereldkampioen. <laughs> ja. Ja. Definitief, Kimi Raikkonen. Wat een zuur einde. Ik had er echt medelijden mee. Oh, misschien niet. Want, Je want... wilt toch uitrijden laatste laatst? Ja, okay, maar dan, dan was hij niet in beeld geweest zoals nu. <laughs> nu hebben ze hem lang in beeld kunnen nemen, toch? Maar heeft ja. hij geen donuts kunnen doen, hè? zoals uh, Grosjean? Het was een halve donut, hè? Tegen ja. de muur, maar. Ja, voilà. ja dat klopt. <laughs> Ik denk dat Kimi Raikkonen echt... zich daar zo over oh. maakt. Die ligt er ook niet wakker van. Nee, nee. Op de manier ja, die was misschien dus blij van... van ja. Oei, mijn voorvleugel is kapot. Moeten we wat maken, Kimi? Oh. Ja, zo, <laughs> afbalans, afronden <laughs> rembalans volledig naar achter gezet. Ja. Ik weet echt niet wat er gebeurd is, jongens. Gaan we hem missen, Kimi Raikkonen in de Formule 1? Oh. De Kimi wel. De Kimi ja. van de laatste jaren, hè? Ik niet. Het is een persoonlijkheid, het is iemand die in mijn ogen, een heel mooie carrière heeft gehad. Ja. Maar Missen, eerlijk gezegd, zat hem er ergens... Uh, het was niet zoals Alonso. Alonso heeft dit jaar nog een aantal heel mooie acties en resultaten laten optekenen. En dat was bij Kimi nummer het nee, geval nee. op het einde. Het is, hij zou op, nog mogen meerijden op voorwaarde dat hij niet de plaats van een jong talent inneemt. Dan zou hij nog mogen meedoen. Maar nu ja. was hij een plaats aan het vasthouden goed, die hij eigenlijk al, niet verdiende. Nee. Maar we hebben nu al plaatsen tekort. Ja, voilà. Voor Piastri, ja. bijvoorbeeld. Ik vroeg, dus... Ik, ik ben er soms... niet over begonnen. Nee, ik, ik, vroeg, ik vroeg me soms af wel bij Kimi Rikeren dit jaar: wil hij daar, daar nog rijden? Nee, en... nee, maar willen, bedoel, het gaat een stuk over de cheque die je ervoor krijgt. Ja, ja en, 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 is al voor het geld altijd effectief goesting om, om te racen. Zo? En dat, vind ik, dat vind ik volledig terecht dat dat, dat, dat iets kritischer zou moeten bekeken worden. Spijtig genoeg is de Formule 1 een te commerciële sport. Om dat als grootste argument te gaan is gebruiken. Is Räikkönen commercieel denk... dan nog altijd zo interessant? Het is, het is de meest, tot twee jaar geleden was die de best, of de duurst gemarketeerde ja. uh, Formule 1 piloot. Volgens van de, mij heeft hij geleinigd. ook nog heel veel plezier van het rijden gehad. Hoor. Ja, ik denk het wel. Tijdens de race wel. Maar alle... ja, ik, denk, ja, ik denk dat de Räikkönen dus. altijd meer zin heeft gehad dan Lance Stroll. <laughs> ja, maar iedereen ja. heeft meer zin dan Lance Troll. Ja, die wel. mensen willen gewoon gaan surfen. Oh, Mazepin. <laughs> en Mazepin? Ja, Mazepin komt Mazepin, wel in de buurt. Nee, nee, is niet waar. Volgens mij Mazepin, die wil Mazepin echt wel rijden. Hij, hij is alleen niet zo goed als al de rest. Nee, maar zonder lachen. Mazepin die wil wel rijden, hè. Kan het gewoon niet. <laughs> Maar die is, niet zo, die is niet goed genoeg. Ja. Oké, okay, Piastri. Gert, ga. Ja. De, pff, oh. Hij heeft zelf al alles getoond. En Oscar... <laughs> Ja, een Os oh, oh. ja wow. Oscar Piastri is vandaag wereldkampioen Formule 2 geworden en zijn derde op één volgende seizoen in een nieuwe klasse van zijn eerste seizoen kampioen geworden. Dat heeft nog nooit iemand hem voorgedaan. En volgend jaar, zoals hij zelf zegt, zit hij in de zetel. Hopelijk kampioen van het zetel ja, zitten of het zoiets. zetel zitten, omdat hij geen Formule 1 zitje mm. heeft gekregen. Dat laatste dat nog voorradig was, gaat naar Guan Yu die derde, is geworden die derde is geworden in het Formule 2-kampioenschap. Ja, ik heb het gevraagd hoe hij het moest uitspreken. Dus en, en ja, dat, dat stoort me meer en meer. Ik bedoel, dat is al altijd zo geweest. Hè, dat je geen garantie hebt als kampioen om door te groeien. Um, het is al iets, ze hebben dat geprobeerd te forceren door die regelen te voeren dat de kampioen niet in de Formule 2 mag blijven. Maar dat, ja, dat is nog altijd geen verplichting om dan door te stromen naar de Formule 1 natuurlijk. Hè. Ja, laten we één ding hopen hè, dat het verandering brengt. Hè? Dat er genoeg mensen zo gechoqueerd door zijn en, en, en dat er iets mee gebeurt. Maar het, is geen, het is niet het is zo gemakkelijk een, om een oplossing ja, bo, te vinden. Bovendien, Piastri is geen qua karakter en. en heeft, het is geen flamboyante jongen. Het is, het is echt een, een, een allerlei prost, een beetje professor. <laughs> wel iets knijper dan alleen prost. Ja, dat wel, ja. maar het is een beetje een rekenaar die, die alle risico's goed calculeert, maar een stuurslag heeft. Ja. Mm. Trouwens, ik krijg nu net een bericht binnen van een kijker. Blijkbaar zijn we allemaal te veel, te hard, max verstappen fans. Dus het is de andere kant op gegaan. Ik, 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 ik heb echt al vaak te weinig Hamilton fans. Ik heb daar al Wat? over nagedacht thuis. Hoe dat je dus objectief moet zijn, maar toch zeggen dat je met het goed heeft gedaan. Ik Gaan heb niet, het nog niet ik gevonden. Ik bedoel, ik stoor me <laughs> ja, daar ja, niet meer aan. Maar het is best mogelijk om neutraal te zijn en toch een goede prestatie weten te appreciëren. Ja, inderdaad. Dus ja, maar goed. Social media is misschien de slechtste uitvinding ooit. Ik, ik heb een bericht gehad van iemand die commentaarde op ons, omdat we dus te veel... Um, ik te <laughs> veel Louis Hamilton was. Op maar hij keek al een aantal wedstrijden zonder geluid, dus dat vind ik nog straffer. Ja, ja, dit. Uh, was dus, ons uh, commentaar. Ja, ja, dat, dat ze mijn Antwerpse accent hebben ondertiteld en ik heb het niet gezien, maar... Ja, uh, ja. <lacht> anyway. <lacht> nee. Ik heb al ooit eens een opmerking gehad dat mijn Antwerpse accent bij de grote Prijs van Hongarije niet om aan te horen was. Dat is straf? Dat vond ik straf, want ik heb geen commentaar gegeven bij de Grote Prijs van nee, ik heb jouw... Ik ook niet, Gert. Ik, <laughs> ja, jouw... ik wist ook niet dat jij een Antwerpen accent had, nee, dus nee. welkom Al, bij de groep. Alleen aan moederskant. <laughs> welkom. Dank je. We zijn gastvrij in Antwerpen. Kalmthout. Ja, Kalmthout, zeker. Hè? Easy, ja, wood, ja, easy wood. Easy ja, wood city. Het heilige hart hier de van, de, <laughs> van deze zetels. <laughs> Oké, okay, kijk, dit is net dus om maar te zeggen... We staan open voor gefundeerde kritiek. We zijn gewoon allemaal fan en supporter van de Formule 1 en van de autosport. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En als je dan zo'n seizoen als dit jaar hebt gehad, hopelijk niet met een onnozel ja. einde, maar wat een propaganda voor die sport. Wij, wij bedoel, zeker als, we, als jullie de commentaar doen en wij zitten in de studio, dan, dan moeten we heel die race eigenlijk volgen van achter de schermen. Maar wij genieten daar echt van, van die. Van die van die inhaalpogingen, zowel van ah, Verstappen als van Hamilton, weg. genieten... Wat zou je zeggen van ons commentaar? Bro. Dus wij, 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 oh, ja, dus de wij kijken ook zonder geluid. Zonder geluid, of ja. op een andere zender, maar anyway. Knippen. Um, nee, wij genieten er wel echt van, dus... Tuurlijk. Nou, in die zin is het voor ons, denk ik, uh, ook een zalig seizoen geweest. En daarom stonden we op het einde ook gewoon recht in die laatste ja, nou. ronde, omdat ja. je, je krijgt spektakel waar je de hele race op hoopt, en wat er dan ook gebeurt, je wil... Het is dat spektakel waar je voor leeft, hè. Kijk, oké, okay, goed. Uh, Volgend seizoen <laughs> komt er snel aan... En het ding is, we kunnen niks voorspellen. Nee, 0,0. Nee. No. Volledig nieuwe wagens op aerodynamisch vlak, uh, nieuwe wielen zelfs, hè. 18 duimsvelgen. Oh, dus ja. Die gaan er, nee, nee, die gaan er goed, uit, goed uitzien, denk ik. Ja, ja. Vindt, vindt ja. Hij, ik vond de, de prototypes die ik al gezien heb op foto, vond ik echt, vond, ik vond er niks aan. Maar, oh, maar ja, die hadden dat is subjectief, ook kijk. Maar dat is dus andersom. Wij, wij zitten in de autosport en wij vinden dat dus vreemd. Dus meestal 13 inch velgen uh, vanuit ja. de uit. Maar dan, ik heb vrienden die zeiden: allee, waarom zijn dat zo'n kleine velgen? Want op een sportwagen zijn het dus grotere velgen. Dus dan zie je ook: wij zijn, wij zijn in die zin misschien iets te veel geconditioneerd in de autosport. Nou, dat zijn de looks van de auto's. Hè. Als je, ja. de, telkens als ze veranderen, hè, ook met de, met de Halo, dan, het verandert. Pff, niemand weet: is, is het goed, is het niet goed? En ondertussen ja. zijn we vergeten hoe dat ervoor was. Dus, ja, na vijf weken ben ja, je het zo gewend. Dat, ja, ja. dat wint zo ja. snel. Dat is ook wel de oude tonen. Zolang, zolang dat ze de verwachtingen inlossen dat de wagens ja. dichter achter elkaar kunnen blijven rijden, is het voor mij allemaal in orde. We ja. willen gewoon duels zien volgend ja. jaar. Veel duels zien. Oké, okay, goed mannen. Dikke merci om nog naar hier te komen om nog wat na te praten. Laatste keer checken. Is er een nieuwe wereldkampioen voorlopig? check -o. check, -o, check, -o. check -o. <laughs> um, ik vind dat veel te grappig gezien. Nee, blijkbaar. Nu wat zeggen ze hier? 14 seconden, 14 seconden geleden. Klein. Round two with the Stewards for Red Bull en Mercedes. Dus ze zijn onderweg. Ja, kijk. Ja. Het gaat nog lang duren. Lees de klant. We gaan het nog niet weten. Je mag je poes dicht doen. We zijn gedaan hier, nou, Dennis. Dat is een ja. heel mooi einde. Goed. Toon nu wel eens de poes aan de mensen, want anders. Kijk. Ja, voilà. Daar gaat het wel echt over. geweldige naam Carrier. Voilà. Voilà, Goed, ik heb er zin om naar hier te komen, om te komen babbelen over Formule 1. Jullie bedankt om naar de paddock te luisteren of te kijken en om ons te volgen op Play Sports. En uh, wij kijken nu al uit naar de volgende seizoen. Salut!